Dit is trauma-chirurg Ben Bentouhemi uit Amsterdam-Oost. Hij speelde in de jeugd bij Ajax, maar het is nooit zijn jongensroom geweest. Toen hij als klein jongetje zieke mensen op de grond zag liggen voor een Marokkaans ziekenhuis, dacht hij, als ik later groot ben, dan ga ik al deze mensen helpen. Met zijn stichting Santé toe vertrekt hij eens in de twee maanden voor een week naar Marokko. Ik heb nooit de ambitie gehad om voetballer te worden. Ik, ik kon het wel aardig, en, uh, ja, maar... Ik heb eigenlijk al vanaf jongs af aan een droom gehad en dat was chirurg worden. En om in die hoedanigheid uh, arme mensen in Marokko te helpen. En dat is uh, met mijn stichting Santé Bortus is die droom uh, uitgekomen. Op het Balboaplein staat een van de vier klinieken van Abdel Ali. Daarnaast is hij inmiddels ook al twaalf jaar bezig met zijn stichting waarbij hij al drieënhalfduizend mensen heeft geopereerd in Marokko. Elke keer gaat hij daar met een groepje doktoren naartoe om vrijwillig te helpen voor mij als, als Marokkaanse Nederlander is het bijna vanzelfsprekend, maar voor hun ja Marokko is, is gewoon voor hun een land, terwijl voor mij is het mijn vaderland, moederland, hoe je het ook wil noemen. En uh, toch uh, tomeloze inzet, geweldige passie en uh, ze zetten zich echt enorm in altijd tijdens die missies. Dat is echt hardverwarmend. en dat geeft mij ook altijd juist meer energie om. Nog, ...nog meer gas te geven. En die hulp is hard nodig. Want nog altijd sterven er kinderen die er misschien wel met de juiste hulp nog waren geweest. De afgelopen jaren, dat, dat denk ik van maar drie, maar in mijn ogen zijn er drie te veel. Want het waren allemaal jongetjes die, waarvoor de zorg eigenlijk te laat kwam. En dat vind ik heel erg schrijnend. Dat je denkt van ja, die jongetjes als ze op tijd geholpen waren, dan hadden ze misschien nu nog geleefd. Als je daar naar de dokter gaat, dan moet je gewoon geld meenemen. En dat geld heb je niet. Dus wat ze vaak wel eens doen, uh, is gewoon echt hun huisraad verkopen. Ik heb een keer meegemaakt dat een, uh, een ouderpaar gewoon bijna hun hele huisraad heeft verkocht. om dat jongetje maar te helpen. Maar uiteindelijk toch overleed. En uh, ja, dat is heel erg pijnlijk. Voorlopig gaat Abdelaili nog wel even door met het helpen van mensen in zijn vaderland. We willen eigenlijk doorgaan op deze voet. Dus gewoon zoveel mogelijk mensen nog opereren die nu verstoken blijven van zorg. En ik, zou, ik heb ook de droom om daar een ziekenhuis op te zetten. Hoe realistisch is dat? Ik sta erom bekend dat als ik iets zeg dat ik het ook waar maak. Dus ik hoop dat ik dat nu ook ga realiseren. Meer informatie over de stichting van Abdelaili is te vinden op www.santeporto.nl